Een hele goede morgen op deze hier althans vrij druilerige ochtend. Welkom bij weer een aflevering van de Achteruitkijkspiegel. Ditmaal vanuit mijn eigen auto, een van mijn eigen auto's. Dit is de meest recente aanwinst, een Chevrolet Astro. En ik ga eens even bellen met een collega waarvan ik weet dat hij dol is op oude auto's. Roy Kleiwert. Even kijken of die bij de pink is. Michiel, goedemorgen. Hey Roy, goedemorgen man. Het is nog geen echt mooi weer buiten, maar voor mij ben jij helemaal in vakantievibes. Als ik zo'n beetje heb gezien wat jij onder jouw kont hebt zitten voor voertuig. Ja. Ja, dat klopt. Nou is het zo dat hij nog niet helemaal vakantieproof is, maar daar wordt hard aan gewerkt. Ja, nee, je hebt wel vaker, laat ik zeggen, auto's gehad waarvan ik even moest doorvragen wat het precies was. Maar dan hadden we meer gave lage Amerikanen met een V8 die toch zeker wel 1900 toeren kon draaien. Maar dit moet je me ook even een beetje op gang helpen, want mijn kennis van Amerikanen op dit vlak is niet heel groot, geef ik toe. Wat rijd jij precies? Ik zal even bijpraten, Roy. Nee, dit waar ik nu in zit, dat is een Chevrolet Astro. Ja. En dat is een busje, zoals eigenlijk een slagje groter dan een Chrysler Voyager. Dus het is niet zo'n grote GMC A-Team bus, maar een soort van tussenvorm tussen die twee. Okay. Dus het een compact personenbusje of een transportbusje of een campertje. In mijn geval. Ja. Dus ik heb een Chevrolet Astro met een verhoogd dak, waardoor het een camper is. Dat was die ook. Ik heb hem een aantal maanden geleden gekocht en toen dacht ik van, nou, hij is eigenlijk wel zo goed als klaar. Misschien een ander bankje erin en gaan met die handel. Mm-hmm. Maar ja, dat liep toch iets anders. Zoals mensen die misschien wel eens een projectje aan de hand hebben gehad met een auto. Nee joh, je komt het een na het ander tegen. En eigenlijk aan het einde van het liedje ben ik nu al maanden bezig. Motor is het een en ander aan gebeurd. De bak is het een en ander aan gebeurd. Wat ligt er nou voor motor in zo'n auto? Hij klinkt als een V8. En dat vind ik natuurlijk fantastisch. Maar het is een V6. Okay. Het is wel een hele forse V6. 4,3 liter. Ja, doe maar. Small block, zou ze niet gaan zeggen, denk ik. Hè? Ja. Nou ja, dat is weer een hele andere term. Maar voor Amerikaanse begrippen, ja, zo'n V6 is natuurlijk gewoon een instapmotortje. Mm-hmm. Maar ja, er wel eentje van 4,3 liter. Dus het is wel een serieuze unit. Okay. En hij klinkt lekker. Hij doet het ook weer goed nu. Hij schakelt ook weer goed nu. En ik ben nu de afgelopen tijd bezig geweest met het verbouwen van het interieur. Dus ik heb hem echt helemaal gestript tot hij helemaal kaal was achterin. Ja. Alles geïsoleerd, nieuwe vloer erin gemaakt. Ik ben nu met de wandjes bezig. Er komt een nieuw plafond in, nou ja, dan de elektra. En dan wil ik nog, ik heb een bedbank gebouwd zelf. Een uitschuifbare bedbank. Dus ik ben lekker druk geweest de laatste tijd met dit ding. Ja. Maar ik vind het echt superleuk. Het is een hele hoop werk, veel meer dan je denkt en hoopt, maar ja, ik beleef daar een hoop plezier aan. Klinkt bijna als een goede nieuwe rubriek voor in Autoweek Campers, of niet? Een soort duurtest update van, maar dan een beetje mix tussen classics en campers, of? Nou ja, eigenlijk wel ja. Het is natuurlijk niet echt een klassieke reis van 91, deze auto, mm-hmm. Maar het is, zeker in jouw wereld is dit natuurlijk wel een antiek ding. Ja, inderdaad, ja. Nee, en het doel bij jou is meer dan één klus, hè? Je wil er echt mee op pad, neem ik aan, als hij eenmaal zover is. Ja, uiteindelijk wel. Ik wil er echt wel mee op reis. En dat zal in eerste instantie natuurlijk een beetje pionieren worden. Kijken wat je allemaal tegenkomt in de praktijk. Ja. Als je echt gaat kamperen met zo'n ding. wat je misschien toch anders wil doen. Of fijn. Dat zal een beetje uitzoeken worden. Ja. Maar ja, dat is wel het idee. Ja. En hoe kwam eigenlijk op het idee? Stond zo'n type auto op je lijst? Of specifiek dit model? Of ik bedoel, hoe bedenk je van ik ga zo'n Astro's even kopen? Dit model heb ik eigenlijk altijd al wel super leuk gevonden. Hij is wel in Nederland geleverd. Okay. Maar niet echt zoals het met Amerikanen gaat. Maar er zijn Nederlandse brochures van en alles.
Ja, dus ik heb altijd een leuk modelletje gevonden. Niet zo enorm als zo'n GMC Vandura of een G20 van Chevrolet of zo. Ja, met een... Dus een iets compacter busje. Ja. Ik heb gewoon een leuk model, leuke snuit. En in één keer kwam je langs in mijn zoekcirkel op de occasion portals. En ik ben meteen gaan kijken en zoals ik dat dan wel vaker doe, impulsief gekocht. Met de kennis van nu had ik dat misschien anders gedaan. Maar ja, goed, weet je, je probeert eens wat. En soms valt het mee, soms valt het tegen. Maar dus zo, gewoon een leuk model, altijd in mijn achterhoofd gezeten. En nu maar eens eentje gekocht. Goed man. En dat. Helemaal leuk. Heen wel even een vraag, want dat is belangrijk in de huidige tijd. Word jij niet te veel afgeleid door alle moderne multimedia systemen in die auto? Mijn multimedia systeem bestaat uit mijn telefoon. Die ligt hier nu in een Amerikaans formaat bekerhouder. En voor de rest zit er geen radio in. Althans, die zit er wel in, maar het frontje is weg. Ja. En nee, ik kan gewoon mijn ogen op de weg houden. Ja, dat scheelt. Hè? Nee, het was natuurlijk van de week nieuws een onderzoek vanuit Engeland, waarin ze hebben gekeken naar hoe multimedia systemen de bestuurder afleiden. Nou ja, met vooral het rijden van nieuwe auto's kunnen wij het daar wel mee eens zijn. Hoewel de uitslag van het systeem, daar zetten wij als redactie wellicht een beetje de vraagtekens bij. Met welke keuzes zijn gemaakt. Maar ja, evengoed lopen tegenaan dat natuurlijk tegenwoordig die systemen zo uitgebreid worden. En in sommige auto's werkt het allemaal vlekkeloos en helpt daadwerkelijk. Maar ja, jij en ik weten, er zijn ook modellen waarvan je denkt, vroeger was het toch wel beter, want dit slaat nergens meer op. Nee, je gaat je bij sommige auto's echt afvragen van, doe je dit nou omdat het de bedieningsgemak bevordert, of doe je het omdat het kan? Ja. Omdat de technologie er is en dat je denkt van, ja, dat moeten we ook in onze auto hebben, want we moeten met de tijd mee of zo. Ja. Ja, en als dat nog een keer niet werkt, dan schiet je zo ontzettend je doel voorbij. Ja, absoluut, want het is natuurlijk niet alleen het bedienen van zo'n grote touchscreen, wat soms gewoon echt een zoektocht is. Mm-hmm. Maar het zijn ook de daarmee samenhangende veiligheidssystemen die natuurlijk soms op de gekste momenten, op de gekste manieren ingrijpen. Dat je denkt van, ja jongens, ik weet niet of dit allemaal wenselijk is. Ja. Daar kun je een aardig boompje over opzetten, over... Nee hoor, dan ben ik me eens en dan kom je dat is. Punt van die auto's die dan automatisch remmen op de snelweg, op het moment dat jij niet op rekent. Nou ja, Tesla staat erom bekend dat ze dat wel doen bij viaducten. Die zien ze dan aan de schaduw of zo, hè, voor een ander voertuig. En dan ga je ineens rijden gewoon 120 op de cruise en dan maakt zo'n auto ineens een semi-noodstop. Nou, dat is ook niet leuk als iemand bijna op je bumper zit. Nee. En bij wegwerkzaamheden gaat ook wel eens mis. Hè. Als je natuurlijk van dan zo'n heel rap van baan moet wisselen bij zo'n versmalling. En dan staat er verderop zo'n soort bouwtruck. Nou, jij weet, daar ga ik omheen sturen, maar jouw radar weet dat niet. En dan krijg je ook wel eens een ingreep. Nee, dat is echt voer voor discussie. En bijvoorbeeld pak Mercedes, hè, met dat gekke systeem dat als jij een beetje met je wiel een lijntje aantikt, dan geeft hij echt een remingreep en niet een klein beetje. Dan schiet hij bijna in het ABS en je schrik je echt helemaal het lazer is. Ja. En nou zijn wij natuurlijk soort van daarop bedacht en hebben we er vaker mee te maken. En je weet wat het is, hè? Dus je schrikt niet dat je denkt van, heb ik een lekke band of wat is het? We weten in elk geval wat er gebeurt. Nee, of je geeft intuïtief een soort van ruk aan je stuur en dat je de andere kant de berm inschiet. Maar ik kan me voorstellen, als jij een Mercedes B-klasse koopt als achterloze senior en zoiets gebeurt, je gaat helemaal over de rooien, denk ik. Ja, zeker in... Maar fijn, Eens hoor. En dan hebben we natuurlijk bij die ICT-systemen, waar het onderzoek ook voor was bedoeld, van we kennen een paar standaardergernissen inmiddels in nieuwe auto's. Waar ik het meest aan stoor is als je de klimaatcontrole moet bedienen via het multimedia systeem en dat je dus dan uit een ander systeem moet. Dus bijvoorbeeld je navigatiekaart moet weg, omdat je wil de stoelverwarming aanzetten. Dat ik denk, is er nou ooit iemand heeft gezegd, god, er zit hier zo'n knop voor mijn stoelverwarming? Dat vind ik onhandig direct, dat moet verdwijnen in mijn scherm. Dat ik denk, en dan wordt er al 30 jaar wordt geïnvesteerd in ergonomie. Ja, het schiet mij maar lekker, ik begrijp niet. Ja, wonderlijk. Inderdaad. En daar zitten vast hele knappe koppen met z'n allen in een kamertje te bedenken wat dan handig is. Ja. Maar soms vraag je wel eens af van, hebben die mensen ook wel eens gesproken met de daadwerkelijke bestuurders van die auto's? Ja. Want, fijn. Nee, ik heb in mijn Chevy heb ik een kachel, ik heb lampen. En dat houd je nog net voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Ja. Nee, dat vind ik wel prettig eigenlijk. En dan moesten jij en ik natuurlijk lang wachten vanaf een keer op pad mochten met zo'n auto. Dan zijn in Nederland de eisen voor rijlessen ook wel soepeler geworden. Maar in Engeland was ik van de week, is nu plannen, mogen kinderen van 10 mogen nu al gaan autorijden op trackdays en zo.
En, ja, las ik ook, ja. Vind ik wel grappig. Maar toen zat ik te denken, goh, ik weet eigenlijk niet wat daar in Nederland de regel voor is. Want ik weet nog, toen ik ook in een grijs verleden mijn race-licentie ging halen, waren er ook twee meisjes, notabene, van een jaar of 16. Toen je gewoon 18 moest zijn en die kwamen uit de karting, waar ze natuurlijk al hartstikke goed in waren. En die mocht toen nog wel die racecursus doen in gewoon Cup Ibiza's met een handbak. En dan denk ik, ja, dat is geen openbare weg. Dus ik zit echt te denken, van, wanneer mag je eigenlijk in Nederland op het circuit rijden in een auto, zeg maar? Want Max Verstappen, die reed ook Formule 1 nog voordat hij zijn rijbewijs gehaald had, bij wijze van spreken. Dus... Ja, dat klopt. Dat is een mooi voorbeeld daarvan natuurlijk. Nou, volgens mij is het zo dat jij op een afgesloten terrein, in ieder geval, en dat is een circuit natuurlijk, ja, mag jij onder begeleiding, mag jij rondjes rijden. Dat gebeurt op circuit Zandvoort. Kun je ook in een dikke bak als kind, ja, met iemand ernaast kun je auto rijden. En dat gebeurt op meerdere plekken in Nederland. Dus op zich, dat wat ze in Engeland doen, dat is niet nieuw. Maar het is meer de vraag van, ja, inderdaad, wanneer mag het officieel? Nou ja, volgens mij is in Nederland is het natuurlijk ook omlaag gehaald. Je mocht in Engeland altijd al eerder auto rijden. Echt voor je rijbewijs. Maar het deed mij een beetje denken van, ja, hoe oud was ik eigenlijk zelf toen ik voor het eerst reed? Want natuurlijk zat ik vroeger wel eens bij mijn vader op school, ja, op een parkeerterrein of zo. Maar op een gegeven moment, ja, wil je toch een beetje, zeker met het oog op je eerste rijles, dan wil je niet helemaal als een idioot overkomen. Dus je moet toch een beetje gaan oefenen. Ja. Nou, dat heb ik volgens mij in de polo style hack van mijn moeder gedaan. Bowsers, ja. Ja, gewoon een beetje op een industrieterrein. Probeer maar, koppeling, gas en een beetje aanvoelen, schakelen. Ja. Nou, dat, vlak voor je officiële rijles, zeg maar. Dus dan zou je ook een jaar of 17 zijn geweest. Nou, volgens mij was dat al wel iets eerder, hoor. Als ik heel eerlijk ben. En ik denk dat ik daarin zeker niet de enige ben. Ik denk dat er zat, zeker als je een beetje into de autootjes bent. Ja, dan wil je natuurlijk liefst zo vroeg mogelijk, wil je dat toch eens allemaal zelf gaan proberen. Ja, zeker. Zonder daarbij schade aan te richten. Want wanneer reed jij voor het eerst echt alleen in een auto, of alleen in ieder geval achter het stuur? Nou, ik denk dat ik dat dan had vlak voor mijn rijles, dus ergens op mijn 17e denk ik, dat ik op een parkeerterrein wel van, nou ja, probeer maar eens kijken of je hem van zijn plek krijgt, zeg maar, met koppeling. Toen had ik nog allemaal handbakken, en of in de goedkopere segmenten, hè. Ik bedoel, in de 7-series misschien niet, maar ik denk dat ik, dat ik 17 was. En inmiddels mag je natuurlijk al, ja, voor mij op je 16e mag je al theorie doen, geloof ik. Ik weet niet eens precies hoe de regels zijn, maar het is wel veel jonger en de resultaten zijn wel bevredigend, want je mag voor mij alleen auto rijden met iemand ernaast. En dat lijkt me wel verstandig, want wanneer gaat het mis met een 18-jarige? Dus natuurlijk als hij alleen in de auto zit en dan met zijn vriendjes, kijk mij eens even. Ja, precies. Dan, en de papa en mama daarnaast rijd je toch een stukje rustiger. Dat lijkt me niks mis mee. Ja, lijkt me ook goed. Al kun je natuurlijk ook afvragen wat het nog toevoegt. Want volgens mij als de jeugd, hè, laten we dat maar even zo zeggen, als die gaat lessen, die beginnen denk ik steeds vaker in een automaat. En, dat is waar, en die weten straks niet beter meer dan dat je zet een knopje om en je trapt een pedaaltje in en je schiet vooruit met je elektrocar. Ja, dat is waar. En ik rijd nu ook in een automaat trouwens. Vind ik heerlijk. Maar ja, ik heb twee Amerikanen met een automaat en ik heb twee Europese auto's met een handbak. Dus ik heb een soort van best of both worlds. Maar je kunt je afvragen hoe lang je nog moet leren schakelen. Ja, nee, het aantal testauto's dat wij rijden van nieuwe modellen met handbak wordt ook steeds minder. Nou, niet alleen in het dure segment, zeg maar. Ook gewoon in het B-segment is het ook al bijna alleen maar automaatjes. En neemt rap af. Ja, voor mij wordt inmiddels wel een aantekening op je rijbewijs. Dat je kan leren rijden in een automaat, maar dan krijg je een aantekening. Dan mag je ook geen auto met handbak rijden. Nee, dat is natuurlijk altijd al zo geweest. En vroeger was dat eigenlijk een soort verkapte manier om te zeggen van, ja, je kan niet rijden. Dus doe jij maar een automaat en misschien is er dan nog hoop. Maar ja, tegenwoordig inderdaad, ik wilde zeggen, 9 van de 10 testauto's zijn automaten. Ik denk dat we dat wel redden, hoor. Ik denk dat we dat wel halen, ja. Want los van de hele sportieve, hè, dat je verdwaalde 9-11 met handbak, is verder het hele middenklasse, daar is automatisch belangrijker. En dat zijn de meeste demo's ook. Inderdaad, in de lagere segmenten, klopt. Ja, jongen, we worden oud, de wereld verandert. Wij veranderen maar mee. Nou, je gaat eerst maar eens, denk ik, je camper afmaken en dan eens lekker Europa verkennen, als het coronatechnisch weer mag. Ja, precies. Ik laat mij maar lekker klussen met dit oude ding. Vind ik leuk. Weet je, de veranderingen in de wereld, het is prima als het allemaal een beetje naast elkaar kan leven. En we elkaar daarin ook respecteren, dat je dus niet
wordt uitgemaakt voor... Wel nee, ja. Voor milieu delinquent, als je nog in zo'n in zijn oude bus rijdt met een dikke VC. Ik ben toch nieuwsgierig, wat is voor je verbruik ongeveer? Heb je enig idee? Ja, dat vragen altijd mensen die, die daar niet te veel mee hebben. Nee, ja, ik heb het stiekem wel even uitgerekend, want ik was benieuwd. Ja. Hij rijdt op LPG, meest van de tijd. Ja. Nou, laten we zeggen ergens tussen de 1 op 5, 1 op 6. Oh. Als ik gewoon rustig rijd. Nou, prima toch. En een rustig rijden is denk ik the way to go. Oké, man, ik denk kan ook niet veel anders in deze auto. Ja. Ja, Roy, laten we het hierbij houden voor deze week. Ik wens je veel plezier en ik laat aan jou om lekker af te ronden naar de trouwe kijker. Ga ik doen. Jij goed weekend. Oké. Tot de volgende. En voor de kijkers thuis natuurlijk ook. Ik hoop dat jullie er ook een mooi weekend van maken. En ik zie jullie graag de volgende keer.